Mooie overwinning voor de Italiaan Basso in de rally van Turkije. Het EK lijkt dit jaar het feestje te gaan worden van de vierwiel aangedreven Fiat Punto. Als je wilt gaan rallyrijden heb je twee dingen nodig. Een auto en een uitrusting. Nou, voor die uitrusting kun je in Nederland bij een aantal bedrijven terecht. Maar het meest gerenommeerde bedrijf is Biesheuvel Autosport uit Nieuwendijk. Alles op het gebied van rallysport hebben zij in huis. Als je in Nederland wilt gaan racen of rallyrijden heb je in eerste instantie een knap rijderslicentie nodig. En dan een auto. Ga je die zelf bouwen of koop je een kant-en-klare? In geval van het eerste en voor alle benodigdheden kun je het beste terecht tussen Gorinchem en Breda. In de 1000 vierkante meter grote showroom van een toonaangevend Nederlands leveranciersbedrijf. Biesheuvel Autosport. Onder leiding van oud-rallyrijder en organisator Nico Biesheuvel. Biesheuvel Autosport is een bedrijf dat zich bezighoudt met het leveren van onderdelen aan de racerij, rallysport en alles wat met de autosport te maken heeft. Je auto, maar ook jij als rijder of navigator, moeten voldoen aan een aantal veiligheidsvoorschriften. De medewerkers van Biesheuvel Autosport adviseren je. En ze hebben alles in huis. Maar Biesheuvel Autosport doet tegenwoordig veel meer dan alleen race en rally. Momenteel zijn we al 2 jaar bezig bijvoorbeeld met de rally Amsterdam-Peking. We hebben afgelopen 1,5-2 jaar hebben we daar 100 equips van hier over de vloer gehad. En dat is ook een breed assortiment natuurlijk wat we daarin leveren. En ook op Zandvoort, de zomeravondcompetitie, zitten we bij de Cups op Zandvoort. Ook in de autocross, dat is natuurlijk een hele aparte tak van het hele autosportgebeuren. Met de hoogste aantal licentiehouders, die zitten ook al altijd, die kun je hier vinden in Nieuwendijk, zeg maar. Dus wat dat betreft, het is heel uitgebreid. Als je zelf de body heeft van de auto, dan kunnen wij zeg maar alles verzorgen. Wij kunnen hier volgens de FIA-reglementen alle rolkooien naar wens in laten bouwen. En voor de rest alles, de stoelen, de bramblussers, de gordels, ja, alles wat er op en aan een rallyauto zit, kunnen wij leveren. Biesheuvel Autosport is in de rallysport onder andere verantwoordelijk voor de complete uitrusting van alle auto's en deelnemers van de Chevrolet Kalos Challenge. Maar ze zijn hun tijd ook ver vooruit, bijvoorbeeld met autotuning. Wat velen eigenlijk niet weten, maar toch in opkomst is, is eigenlijk heel de autotuning. Meerdere die zien ons toch eigenlijk meer als een rallybedrijf, omdat we er vroeger in begonnen zijn. Maar de tuning is erg in opmars, ook bij Biesheuvel Autosport hier. En daar winnen wij steeds meer kracht in, zeg maar hier. Of je nou bezig bent met het tunen van je straatauto of op een laag of hoog niveau bezig bent met de autosport, de medewerkers van Biesheuvel Autosport hebben de know-how in huis om je te kunnen adviseren. Zo zijn ze op dit moment bezig om een groot aantal navigatiesystemen in te bouwen in de volgauto's voor de wedstrijd Amsterdam-Peking. Diverser kan bijna niet. Daarnaast is Biesheuvel Autosport ook organisator van een groot aantal rally- en autosportevenementen, zoals tijdens Pinksteren het Ramfestival in Rotterdam. Straks zie je een uitgebreide preview van het evenement waar je absoluut bij moet zijn tijdens de Pinksterdagen.